Goedemiddag iedereen. De aarde heeft last van een invasieve soort. En er is mij gevraagd om te kijken of er in haar uitwerpselen plaats is voor natuur. En die uitwerpselen dat bestaat uit drie gebieden, eigenlijk dorpen, steden en verkavelingen. Nu, wat zit er in onze cultuur? Sommigen van jullie kennen die slide. Hè? Dat is mijn favoriete annonce uit het Aldi-krantje. Van 12 jaar geleden, waarin je rechts de typische Vlaamse verkavelingstuin ziet. Er stond een bos dat is gekapt, dan zijn daar vermetten in gesmeten. Mensen komen in die zandbak toe, die zeggen, shit, onze privacy is weg, we hadden toch een grond gekocht in het bos. We gaan een houten palissade kopen en we gaan gras zaaien. En daar komt dan nog een sproeimachine en een karger en een maaimachine bij enzovoort. Maar alles wat kruipt of kakt in dat gras, dat moet dood. Dat wordt platgespoten of met mollen klemmen. En dan missen ze biodiversiteit. En dan heeft Aldi een oplossing uit China. Dat zijn lichtgevende tuindiertjes op zonnecellen. En dat is super duurzaam. Dus daar doen wij natuur voor dood. En dat is al een fundamentele vraag natuurlijk. Is dat zinvol menselijk bodemgebruik? De meerderheid doet dit. Dit is op zich al, ook die in het midden daar in zijn verwilderde tuin woont fout. Hij kan er niet aan doen. Hij is erheen gesubsidieerd, maar mobiscore onder de 7, vooral niet renoveren. Laten uitdoven en, ik zal het op het einde uitleggen, gratis gronden maken in de lucht op goede locaties. Maar dat is iets wat we voorlopig wel kunnen doen in de verkavelingen die nog niet weg te branden zijn, omdat ze te recent zijn. Dat is daar op zijn minst, als je kijkt dat de tuinen in Vlaanderen 8% van de bodem zijn. Dat is wat. Hè? 10.000 hectare bos, by the way, is 0,7% van Vlaanderen. Dat is een peulschil. 10.000 klinkt veel. Als je dat in vierkante kilometer omzet, is dat 100 keer minder. Dus ik heb nogal een hekel aan die tienduizenden van dingen die, als je dan je natuurdoelstellingen zitten op 30%, ja, als je dat omzet in hoeveel duizenden hectare dat is, dan heb je er een paar honderdduizend nodig. Dan denk ik, allee, waar zijn we mee bezig in onze databehandeling? Nu, die fundamentele vraag naar onze relatie met de natuur in de bebouwde omgeving is ook een voorwerp geweest van een aantal kunstenaars. Hier hebben we een Klaus Littmann in Klagenfurt die een installatie heeft gemaakt in een voetbalveld. Een aantal maanden, vermoedelijk buiten het voetbalseizoen. Het zou een interessante match worden. Maar het is een heel sterk beeld, vind ik, over hoe wij, dat manneke dat bomen eet en beton kakt, hoe wij moeten genezen van onszelf. Wij zijn het probleem. De ecosysteemcrisis en de klimaatopwarming, dat overkomt ons niet. Hè. Dat zijn wij die dat doen. Dus enige ruimtelijke nederigheid en enige kritiek op ons eigen antropocentrisme is een constant driver in hoe wij naar de dingen kijken, denk ik. S'avonds is er een match, dan brandt er licht. Maar dan geef ik toch tegelijk een voorbeeld van hoe in een oud stadion in Engeland de tribunes voldoende horizontale structuren bevatten om er, als je de trappen weghaalt boven, hier links, dan kun je daar appartementen in steken. En ze hebben dat gedaan. En die grasmat wordt een soort van buurttuin, maar ook een productieve tuin, niet alleen recreatie. Dus je kan ook allerlei vormen van natuur maken op plekken waar we eigenlijk niet creatief genoeg zijn om eraan te denken. We hebben de gewoonte om te zeggen, dat is een voetbalveld, we hebben dat niet meer nodig, we breken dat af. Dan smijt je al een massa CO2 weg aan de beton en je gebruikt eigenlijk je volle grond in het midden niet voor wat hij nodig is. Een ander interessant stukje kunst is dit groene hoekje in New York, een van de duurste stukken grond in de wereld, waar Alan Sonfist, een kunstenaar, 40, 50 jaar geleden een omheining rond gezet heeft, pioniersbeplanting opgezet heeft, die daar vroeger stond, op Manhattan Island, en dan gezegd heeft, nu gaan we gewoon daar de volgende 100 jaar, of het is nog niet, de volgende, zolang als het duurt, afblijven. Niet beheren. De planeet heeft het miljoenen jaren zonder ons gedaan. Als we genoeg natuur hadden, moeten we ze ook niet meer beheren. Maar ja, als je met 8 miljard bent en de natuur is een marginaal klein hoopje groen dat aan een bakster hangt, dan is beheren nodig, want de natuur ligt op intensive care. Ik heb dat bezocht en dat zit vol met vlinders en insecten. En okay, de groendienst haalt daar enkel af en toe wat sluikstorten en natte matras uit, maar dat wordt niet beheerd. Een heel mooi, dens stukje autonome natuur. Belangrijk iets dat wij echt terug moeten leren. Er is ook plaats in onze gebouwen zelf. Deze foto's heb ik zelf getrokken.
Allee, die linksboven toch, dat is de vakbond van de bloemmolens in India, in Ahmedabad. Een gebouw van Le Corbusier, moessonklimaat, waarbij de beplanting van de gevel en de voorzetgevel, waarin een raster zit om de transversale ventilatie in een warmvochtig klimaat te reguleren. Ja, wij gaan ook naar hetere zomers en wij zouden ook wel eens een combinatie van structuren en beplanting in onze gebouwen kunnen steken die wat meer ambitie en ook biodiverse kwaliteiten hebben dan een stukje van 12 centimeter extensief groendak dat tussen een aantal ventilatiemachines bovenop een dak staat te verpieteren. Dat is eentje dat ik zelf gedaan heb in mijn laatste jaar als Vlaams bouwmeester. Dat is de grootste stenen bakplaat van Vlaanderen, de grote markt van Sint-Niklaas. Waar in de driehoek, aan de randen, zo ongeveer hier ligt er een ondergrondse parking. In het midden is het volle grond en aan de randen ook. En die heb die kunnen overtuigen na een paar massagevergaderingen om veel meer te gaan vergroenen door een deel van hun markt ook in de zijstraten te gaan opstellen. En door tegelijk te eisen dat het jaarlijks oplaten van hun thermische luchtballonnen nog altijd ging mogelijk zijn. En het winnend project is dit geworden. Met, denk, 270 bomen aan de randen rondom, waar de terrasjes geen parasolen meer nodig hebben in de zomer, omdat ze gewoon al lekker in de lommer van de bomen zitten. Volle grond in het midden. En dus de grijze driehoekige figuur is nog waar de ondergrondse parking zat, waar niet genoeg dak op was, mogelijk was om te kunnen vergroenen. Dat zijn interessante processen. Dus ontharden, het is nieuw. 10 jaar geleden, als ik ontharden begon te typen, dan zei mijn spellchecker ontharen. Dus het zijn woorden die in onze cultuur en in onze praktijk zijn binnengedrongen, maar die echt wel baanbrekend zijn. Dit is in Engeland een straatje waar de koningauto alle plaats opvreet en waar een paar jaar later een tuinstraat... Er is veel meer berging voor fietsen, waar je ziet dat dat een andere manier van wonen is. Als wij de natuur willen en moeten verlaten, door voor de landbouw veel minder gronden aan veevoeders toe te wijzen, en door te gaan wonen in dorpen en steden en niet meer in Vermettigem halfweg. 60% van de Vlamingen wonen niet in een dorp en niet in een stad. Dus als men mij vraagt om te spreken over dorpen en steden, spreek ik maar over 40% van onze adressen. Dus dat zou veel meer moeten worden, die moeten verdicht worden. In dat onderste scenario is die dichtheid aantrekkelijker geworden. Dus de plaats van biodiversiteit in de stad is ook de beste reclame om densiteit aantrekkelijk en menselijk te maken. Een groot probleem is, waarom couilleren alle overheden in België, in de drie regio's, private investeerders, bouwers, burgers, ontwikkelaars, met de watertoets? En is onze overheid niet verplicht om regenwaterneutrale publieke domeinen, wegen en pleinen aan te leggen? Het is nog altijd niet verboden om volledig te verharden en met riolering en klokputten te werken. Voor nieuwe projecten. Men gaat dat hier en daar doen in een onthardingspilootproject. Dat zou verdomme verplicht moeten zijn. En men zou moeten zeggen, tegen 2030 moeten alle bestaande wegen is. En dat gaat ook geld opbrengen. Hè? Alle bestaande wegen is ook regenwaterneutraal worden. Al die rioleringen vervangen door grachten. Dat kost vaak een halve rijstrook, dat valt op te lossen. En achteraf gezien, elke nieuwe weg wordt goedkoper. Als je geen riolering moet aanleggen, dat is een enorme kostenbesparing. Een van de grootste fouten die onze maatschappij vandaag maakt, is denken dat onze ecologische transitie meer gaat kosten dan voor toen we aan het doen zijn. Dat is niet waar. Het meeste wat we doen is goedkoper en veel plezanter. Mechelen is begonnen. Vorig jaar was dit opgeleverd, waarbij de rijweg en het voetpad samen afwateren in plantvakken. De helling van de weg is zodanig dat de plantvak het laagste punt is. En dat gaat vanzelf. De stad wordt een spons. Tuinstraten doen dat ook. Ik zie hier geen klokputten meer. Drainerende betegeling en drainerende plantvakken. Wat kunnen we doen in projecten? Ik ben uit mijn bureau gestapt vorig jaar, maar ik heb nog een aantal herinneringen bewaard. Dit is Bijgaarde in Gent, een van de grootste co-housing van Vlaanderen, 56 gezinnen. Een oud fabriek. Dit is het resultaat, een densiteit vloerterreinindex van 1,7, 8 lagen hoog. Daardoor 3 jaar tegengehouden door NIMBY's in de buurt, die vonden dat te hoog was. Ondanks de verdichting vlakbij het station van Dampoort dat daar ligt. Ondertussen zijn de tuinen verwilderd en is er op de akker, op het dak, een dikke substraatlaag van 30 centimeter waar 500 kilo groente per 2 maanden worden geoogst. Dus in een oude fabriek zoveel mogelijk mensen proppen op een manier dat ze er graag wonen,
op geothermie verwarmen. Dat waren de enigen die bij de facturen van hun energierekening vorig jaar begonnen lachen, omdat hun energieverbruik 3 tot 4 keer lager was dan een gewoon verwarmde woning. Dat werkt. Je kunt dat ook doen op een parking. En dit is kanaal van Axel Vervoort in Weinigem met ons bureau. Een fabriek, opnieuw een leegstaande fabriek, dit keer een leegstaande Genever stokerij. 3 bureaus gaan enorm verdichten. De silo's worden appartementen, de pakhuizen worden met 2 lagen opgetopt. En in het leegstuk hier maken wij een ondergrondse parking voor de wagens met daarbovenop een aantal cubes met appartementen in en de ateliers voor restauratie van meubelen van Axel Vervoort. Dit is het dak van die parking, deze 4 foto's. Ik denk dat het er niet helemaal op staat. De zoomfactor is niet helemaal juist, maar... We hebben daar een substraatlaag van 80 centimeter lavasteen opgelegd. Dat hele dak van die parking ligt in helling, naar de laagste kant, 50 meter lang. Aan de laagste kant, 2 meter breed, 6 meter diep, een grindgracht van 60 meter lang. Waardoor alle water dat niet door die bomen wordt opgezogen, terug aan het phreatisch oppervlak wordt afgestaan. Die parking gedraagt zich als een... 300-400 vierkante meter grote blok graniet in de Ardennen, die gebarsten ligt in een bos en waar dat water gewoon rondloopt. Volgens de watertoets is dat niet waterdoorlatend. Dit. Er is geen druppel die niet in het phreatisch oppervlak terechtkomt, maar dat telt niet wat er werkelijk gebeurt. Er zijn formules, meneer. We hebben in Brussel een ontwerp gemaakt, een paar jaar, 4 jaar geleden al, om de leegstaande fabrieken van AstraZeneca, een van de fabrikanten van vaccins, 80% verhard en bebouwd en parking, een beetje gras, hè, en in de herfst een bekende soort, de gele bladblazer. Om dat om te zetten, hier zie je dus de luchtfoto, dit is de site, met aangrenzend hier wat bos en daar wat bos. Dus we dachten, we kunnen hier wel wat corridorwerking genereren. We gaan naar 70% bos, de helft, 35% van de grond toegankelijk bos, 35% verwilderd, niet ontoegankelijk met een hek, maar zo wild dat je er maar niet door kunt. En ook een aantal wadis, regenwaterneutraal, 3 keren de gewenste drainagecapaciteit. Dit was dus, we gaan de dichtheid bij elkaar duwen. De dichtheid is het gemiddelde tussen die woonwijk en die woonwijk. Dus we zitten mooi in een gradiënt met de buurt. En dat geeft dan dit soort van woonomgeving. En dat wordt al 5 jaar tegengehouden door de buurt, omdat we dan naar 6 lagen hoog gaan. En dat zou slecht zijn voor de natuur. Ik kan soms niet volgen. En die 8 brulapen, die worden door een ecoloogbestuur niet tegengesproken. Hè. Die hebben gelijk. Dit is de school van Koekelberg, hier, scholen van morgen, waarbij dat we in het ontwerp gezegd hebben, die school is eigenlijk te mineraal. We gaan die speelplaatsen onder de gebouwen leggen door de gelijkvloersen te vervangen en er een grote vleugel bij te bouwen. Dat alle speelplaatsen overdekt zijn. De parking komt onder de nieuwe sporthal. Dat we alle parkings en speelplaatsen die rondom de school liggen kunnen vergroenen. En de helft van dat ding wordt niet meer beheerd en wordt verwilderd en dat wordt een didactisch project voor de school. De leraren hebben dat opgepikt en dit is nu, het staat hierop, Réseau Natuur van Natagora. Het aantal soorten dat vorig jaar waargenomen is, gecontroleerd waargenomen is over de 1200. En er zijn massa's plekken, het staat hier ook, niet maaien, niet knibberustzone voor insecten. Er zijn van die cirkels, mensenvrije zone, waar je niet meer in kunt. Ze hebben zelf met de leerlingen een vijver bijgegraven vooraan. Hier liggen half doorgehakte boomstammen als buitenklas in de zomer. Dat kan dus, hè. Een ecosysteem maken op een school. De school is 30% uitgebreid en de groenzone is tegelijk ook 30% groter geworden. Brussel doet dat onder andere in het park Leopold. Ik woon daar vlakbij aan het Europees Parlement en ik had gezien, die rechtse foto heb ik... Ik dacht, ja, wat is dat? Die oevers zijn precies veel denser qua riet en qua water, vogels en toestand. Dat was precies niet vroeger. Dus ik ben online oude foto's gaan zoeken op internet, als die links zijn. En dan ben ik op dezelfde plek foto's gaan maken vorige zomer. En dan zie je wat het verschil dat is met lichte ingrepen. Minder oeverbeheer, meer rietaanplanting. En zo gezegd zijn dat ontoegankelijke stukken. Natuurlijk komen daar veel meer mensen kijken. Het aantal watervogels is bijna verdubbeld. Hier ook. Er is verdicht in Brussel. Die zitbank is juist dezelfde als degene hier. Maar wat een andere oever, wat een andere ervaring. Dit is broodkorsten, eendestront, modder en gras. Die oever. En dat is nu niet meer waar. Dat is een park dat er groter uitziet. Hoewel dat de toegankelijke delen kleiner geworden zijn. Want die verwilderde stukken geraakt je niet meer door. En je kunt niet meer overal met je schoentjes tot aan het water lopen. Dat is een andere kant van dat park.
Dit kent iedereen ondertussen, de VLM in Wezenbeek-Ophem. Nog zo'n gele bladblazerbiotoop met voetbalvelden. Dat roosgebouwke staat hier. De derde foto is in de andere richting genomen. Dus dat wandelpad dat hier rechts ligt van de waterloop, dat ligt eigenlijk hier. Dat is dat wandelpad hier. En wat men doet, is één oever toegankelijk maken, één oever niet. En daar zitten watervogels en reigers en toestanden. En dan wil je terug in de stad wonen als dat uitrustelt. Er is nog één voetbalveld over. Dus men is het speelgebied ook niet kwijt. En je moet aan de mens blijven denken ook. Dit is een boulevard in Freiburg. Dat kunnen wij toch ook? In de plaats van alles vol auto's en kasseien en asfalt te leggen. Een mooi voorbeeldje is het oude waterbassin van Boekarest. Ceausescu was van plan om dat aan ontwikkelaars te geven nadat dat drooggevallen was, om daar een pretpark in te maken. En door een gelukkig toeval is hij op tijd gefusilleerd. En dan zie je, als men dan de natuur laat doen, want men had geen geld om erin te investeren, maar dat was een wetland, dat waterbassin lag ook op een laag niveau ten zuidoosten van de stad. En je ziet hier aan die rechtse foto boven, zie je de skyline hier net. En ik ga nu toch eens proberen, of ik niet wat kan uitzoomen. Nee. Goed, maar je ziet dat dat een wetland is. En dat zit dus vol met fietspaden en schuilhutten en toestanden. Dat is 80% ontoegankelijk. Maar iedereen denkt dat dat helemaal toegankelijk is. Zoals de Hoge Venen een beetje. Schuilhutten voor birdwatchers, voor fotografen. Een fietspad, een wandelpad. Verblijfsruimtes, uitkijktorens enzovoort. Een heel natuurinformatieschema. En het heeft UNESCO-natuurstatus gekregen sinds kort. En men verdicht in hoge torens, je ziet ze hier staan, net buiten dat domein. Om die grondrechten daaruit te halen. Dat is eigenlijk een beetje wat ik ook, nu dat ik gepensioneerd ben, heb ik wat tijd als consultant om de stad Turnhout te helpen om in Schorvoort, waar een masterplan van 300 woningen, hier loopt de A, in de bovenloop van de Neten, loopt in die richting. Hier staat een Carrefour, dit is de ring van Turnhout. Schorvoort Centrum ligt hier ongeveer. We hebben gezegd, ja, die overstromingen die waren op een paar jaar tijd door de klimaatverandering van dit naar dit. En ja, die Carrefour die loopt al 3 keer per jaar onder de modder. En hier gingen dus die 300 woningen gingen hier staan. En hebben de zwarte vlaggen, protest, hebben ze gezegd, je moet komen onderhandelen als onafhankelijke voormalige bouwmeester. Ze vertrouwen iedereen. Iedereen vertrouwt u een beetje om voor het OCMW die gronden wou gebruiken om maar geld om bezorgwoningen te kunnen bouwen, elders en te realiseren. Oké, wat heb ik gedaan? Ik ben in Turnhout gaan zoeken waar de plaats was om te verdichten. Turnhout had geen dichtheidskaart. Ik heb gezegd, je moet dat maken, want als je niet weet wat je bestaande bouwdichtheid is, kun je wel ruzie maken over verdichting, maar dan zet je ziekenhuis waar iedereen ruzie maakt over de temperatuur van de patiënten, maar er heeft geen ene dokter ooit nog al een thermometer gezien. Geen enkele stad in België heeft trouwens een vloerterreinindexkaart. Brussel gaat er eindelijk een maken, omdat ik er 5 jaar om gezaagd heb. Wat hebben we gedaan? Dus alles wat nu groen gekleurd is, zijn bouwrechten die eruit gaan en die elders gaan gezet worden zonder onthardingskosten, zonder onteigeningskosten, zonder planschade. Gewoon door tegen de overheid te zeggen, op de goede locaties in uw stad ga je bouwrechten in de lucht bijmaken. Er mag iemand 4 lagen en de overheid zegt, hier mogen nog 4 lagen bij, maar die eigenaar krijgt die 4 lagen niet. De vastgoedsector mag die 4 lagen niet kopen. Die zijn alleen beschikbaar voor slecht gelegen bouwrechten in het moeras, uit gewone fermettes. En dan print je gewoon bouwgrond in de lucht. De overheid zegt, als jij daar je bouwrecht opgeeft, krijg je hier een virtueel terrein boven elkaar om samen te investeren in een nieuwbouwproject. Als jullie allemaal samen ondertekend hebben dat je dat gaat doen, passen wij het RUP aan van 4 naar 8 lagen en ontstaan die bouwrechten in ruil voor bouwrechten die elders verdwijnen. De Vlaamse administratie heeft 3 jaar gewerkt om dat om te zetten in een decreet voor verhandelbare bouwrechten. De regering heeft dat binnen de week afgeschoten. Ik vind dat een gemiste kans. Dus dat is al mijn einddia, de voorlaatste. Dat bestaat al 100 jaar in Amerika. Het is daarom dat Manhattan niet op de zeedijk lijkt bij ons. Als in een bouwblok in Manhattan 4 mensen 400 meter hoog mogen gaan en de rest van het bouwblok laag moet blijven, dan delen die andere grondeigenaars in de luchtrechten van die torens. Want anders ligt heel uw stad in het donker, als alle straten 400 meter hoog mogen zijn. Vanaf 8 lagen mocht je uw kroonlijsten niet meer uitlijnen. Je moet een kam maken waar de zon doorkomt. Dat weten ze bijna overal in de wereld, behalve hier. Maar dus, linksboven heb je een brongebied. Daar gaat je zeggen, dat is buiten de stad, gaan we de verkavelingen opkuisen en onze dorpen compacteren. Dan ontstaat er hier een compact dorp. En binnen de stad gaan we verdichten, maar op een groene manier. En die steden aantrekkelijk maken door ze ook te vergroenen. Dus dat is niet alleen een kans.
in dorpen en steden plaats maken voor biodiversiteit. Het is een must. Het is ook het enige middel om die dichtheid marktwaarde te geven en haalbaar te maken. Nu, kom mij niet zeggen dat de dichtheid in Vlaanderen of in België te hoog is, hè. In Vlaanderen woont 6,5 miljoen mensen, in Londen 14 miljoen. De 6 miljoen Vlamingen wonen op 8 keer de oppervlakte van Londen. In Hongkong-eiland, ik heb deze foto zelf getrokken, is de dichtheid 30 keer hoger. 33 keer hoger dan in Vlaanderen. En toch hebben ze 38% van hun natuur beschermd. Bij ons zou dit volstaan, zoals in de Provence of in de Costa Brava, met fermettekes en heuvelvillatjes met zwembaden. Hè. Nu, wij moeten dit helemaal niet doen, want ze betalen daar een prijs voor. Hè. Wonen in konijnenkoten en zeer dure kleine appartementjes. Als wij dit doen, volstaat het al. De Logis Floreal in Watermaal Bosvoorde is een tuinwijk die van in het begin ontworpen is met appartementen van 4 lagen hoog en 1 toren van 9 lagen hoog. En de rest zijn gewoon rijwoningskies. Als we dat blijven doen, halen wij heel makkelijk 30% beschermde natuur in Vlaanderen. We moeten ook nog een beetje de landbouw uit zijn veevoederzones jagen. Maar dus, die steden en die dorpen vergroenen, dat is eigenlijk een hele dikke cadeau. En als we dat slim doen, is dat ook nog gratis. Dank u wel. Er is tijd voor 1 vraag. Ja. Je hebt het nu vooral over een beleidsomslag gehad, maar is er niet vooral een mentaliteitsomslag nodig? Mensen die er ook willen gaan wonen? Uiteraard is daarom dat groen zo belangrijk is, om dat aantrekkelijk te maken. Nu, een democratie krijgt het beleid dat ze verdienen. Hè? Uiteraard zit het probleem tussen onze oren. En de oplossing zit naast u, want zonder solidariteit geraken we er niet. Dus ja... Ik denk, ja, volledig mee eens.